Woensdag 19 juni, dit is U Vandaag. Gevangenis Wolvenplein gaat toch dicht. Zonne en Schild moet patiënten op straat zetten. En lawaai van veensteekmachine als inspiratiebron voor heuse symfonie. Goedenavond. Goedenavond. We zouden vandaag bijna bezwijken aan de tropische hitte als het aan de weermannen en vrouwen lag. Maar het was vooral een rare, onvoorspelbare dag. Met eerst wat regen en toen toch weer gewoon wat zon. Sander van Barneveld staat in een boomgaard in Schalkwijk met gezellig wat kippen achter je, zie ik. Dat klinkt toch als ideaal weer voor die fruittelers? Ja, zeker weten. Er is echt helemaal niks mis mee. Maar de fruittelers zijn niet zo blij met wat er vannacht aan zit te komen, namelijk hagel. Tot zo, Sander. Eerst ander nieuws van vandaag. De discriminatierel in Amersfoort wordt onderzocht door justitie, dat laat burgemeester Bolsius weten. Vorige week werden twee Marokkaanse jongens door agenten aangehouden en gefouilleerd. Raadslid El Masoudi zag dat gebeuren. Volgens hem was er geen enkele aanleiding voor en was het discriminatie. De burgemeester doet geen uitspraken over het handelen van de politie. De komst van een megabioscoop op het jaarbeursterrein in Utrecht is weer een stap dichterbij. De jaarbeurs en Wolfbioscopen hebben een contract gesloten. Ze willen het complex over 2 jaar open hebben, voor de start van het Nederlands Filmfestival. De megabioscoop krijgt 15 zalen en biedt plek aan 3500 bezoekers. Op dit moment telt Utrecht in totaal 7 bioscopen en filmtheaters. Justitie begint een vooronderzoek naar het ernstige ongeval bij de Kamer van Koophandel in Utrecht 1,5 week geleden. Een kind van 2 was daar in de wachtkamer aan het spelen toen er een zware kast bovenop hem viel. Het jongetje raakte zwaar gewond. Het OM laat onderzoeken of iemand schuld heeft aan het ongeluk. Alle hens aan dek bij de Vinkeveense plassen gisteravond. De hulpdiensten rukten uit voor een grote rampenoefening. Een sportvliegtuigje was zogenaamd neergestort en tegelijkertijd reed een auto het water in. De oefening was bedoeld om te kijken hoe de verschillende brandweerkorpsen in het gebied samenwerken als er meerdere incidenten gebeuren. Het is een beetje een rare dag vandaag. Eerst benauwd en broeierig, toen wat buien. Het werd steeds frisser. En uiteindelijk vanmiddag toch lekker warm zomers weer. Maar vanavond liggen onweersbuien met hagel op de loer. En dat is slecht nieuws voor de fruittelers in onze regio, toch, Sander van Barneveld? Ja, dat klopt. Slecht nieuws inderdaad. En het jaar begon eigenlijk al zo rottig, hè? Een paar weken geleden nog bijvoorbeeld. Toen liepen we nog met warme truien aan. Het was veel te koud voor de tijd van het jaar. Desondanks is het toch een hele goede appeloogst hier op komst. Maar ja, dan moet natuurlijk niet het weer alsnog roet in het eten gaan gooien. Een buitje zoals vanochtend is meer dan welkom. Ja, zeker. We hebben de afgelopen dagen zijn wel aan het beregenen geweest. En het is verschrikkelijk droog was het de afgelopen dagen geworden. En we moeten toch gewoon zorgen dat er voldoende vocht in de bomen zit. Maar aan hagel heeft fruitteler William Pauw een broertje dood. De korrels veroorzaken onherstelbare schade aan de nog kleine appeltjes. Op een gegeven moment gaat die appel die wordt groter. En dan wordt dat gaartje, dat groeit niet mee. En dan krijg je gewoon een lelijke plek op die appels. En die wil de consument eigenlijk niet hebben. Dus die komt in de sap of in de appelmoes terecht. Juni is dan ook een spannende maand. Het fruit is nog kwetsbaar en het weer grillig. Een flinke hagelbui kan een groot deel van de oogst verpesten. Toch is er weinig tegen te doen. Sommige boeren gaan aan de slag met speciale hagelnetten of een hagelkanon zoals in Tullen het Waal. Maar dat is niks voor William. Ik zeg altijd maar zo, mijn portemonnee die ligt op de grond buiten in de boomgaard en er waait wat in en er waait wat uit. Maar ik hoop altijd eind van het jaar dat er meer ingewaaid is als eruit. Dus je gaat op een gegeven moment je leert toch wel omgaan met dat soort risico's. Toch houdt William vanavond zijn hart vast. Maar meer dan afwachten kan hij niet doen. De hagel is heel onvoorspelbaar. Dus het is heel, heel moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Je kan er ook niks aan doen. Dus een heel moeilijk verhaal, hagel. Maar Sander, zijn die fruittelers dan niet verzekerd tegen een slechte oogst? Ja, sommigen wel. William Pauw hier ook, die heeft een echte hagelverzekering. Dat bestaat. Als dan je oogst kapot hagelt, dan krijg je een uitkering van die verzekering. Maar ja, dat levert natuurlijk bij lange na niet op wat die appels op zouden leveren als ze allemaal op de veiling werden verkocht. Die appels die in de appelmoes verdwijnen en in de appelsap als ze verrot zijn, ja, dat levert misschien 20% op van wat ze eigenlijk waard zijn. Dus ja, een goede oogst, dat is toch echt wat ze hier willen. Dat snap ik. Het weer heeft trouwens nog meer nadelen. Bijvoorbeeld voor ouderen. Voor hen is het best wel afzien.
Ja, het begon gisteren eigenlijk al. Hè. Toen was het ook al zo warm. In veel verzorgingshuizen is toen het hitteprotocol in werking gesteld. Ouderen, ja, dat is inmiddels wel bekend. Als het echt een langere periode heet is, dan hebben die daar veel last van. Er overlijden ook jaarlijks veel ouderen aan. Hitteprotocollen dus. Nou, vandaag hebben we allemaal gemerkt, viel het bijzonder mee. Maar voordat je de warmte uit zo'n tehuis hebt, dan ben je zo 2 dagen verder. Dus ook vandaag gewoon maatregelen. Dat was ook zo in de Koperhorst in Amersfoort. En daar bleek dat niet alleen de ouderen last hadden van de warmte, maar vooral ook de medewerkers. De thermometer in de keuken van de Koperhorst komt niet eens verder dan 30 graden. Maar vandaag schiet het kwik daar toch wel doorheen. Nou, ik denk toch dat het naar de 40 graden gaat. Absoluut, ja. Veel keus hebben de koks niet. Er moet gewoon gekookt worden. Perfect, perfect. Vandaag staat er speciaal in verband met de hitte bouillon als voorgerecht op het menu. Er zit extra zout in, zeker. Wordt toch nog lekker, ja, absoluut, absoluut. In de Koperhorst geldt op dit moment het hitteprotocol. Wil Robert ook thee? Als het boven de 25 graden wordt, moeten de bewoners meer drinken, buiten in de schaduw zitten en hun zonneschermen laten zakken. En we gaan echt met limonaderondes en met ijsrondes 's middags door. Bewoners hebben intussen ook hun eigen manier om met de hitte om te gaan. En je moet jezelf ook koest houden. Een beetje zitten lezen. He, niet gaan liggen boosteren. Trouwens, dat kan ik toch niet. Te wat? Boosteren. En dat is? Nou ja, werken. Maar dat kan ik toch niet meer. Laat dat harde werken maar over aan de koks in de keuken. 250 speklapjes zijn om 8:30 ochtends al bijna klaar. Zo rond 1:30 gaan we nasi maken. De kookketels staan allemaal aan. Dus al het stoom, ja, dat gaat de hele keuken door. De wanden worden nat. Dus ja, de warmte, die komt wel. Ja, ik heb wel medelijden met ze hoor. Maar goed, het hoort erbij als je daar in de keuken staat. En uiteindelijk viel het dus wel mee. Hè? Want je moet er toch niet aan denken hoe het was geweest als het echt 35 graden was geworden. Alhoewel, nou hier, hè? Zo, in die boomgaard. Appeltje eitje, letterlijk. Ja, het is hard boosteren voor jou vandaag daar, Sander. Dankjewel. Ja, ze hadden nog een sprankje hoop bij gevangenis Wolvenplein. Maar die hoop is na vanmorgen vervlogen. De oudste gevangenis van Nederland moet toch haar deuren sluiten. En dat komt door de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steven. Na kritiek van de Tweede Kamer moest hij terug naar de tekentafel. En daar gaan nu minder gevangenissen dicht dan in het oorspronkelijke plan. 19 in plaats van 26. Maar ja, daar zitten dus nog steeds 3 Utrechtse gevangenissen tussen. De TBS-kliniek Tweelanden in Utrecht. De justitiële jeugdinrichting Eikenstein in Zeist. En de gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Alle 3 worden ze het slachtoffer van de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steven en moeten ze de deuren sluiten. Ja, dat was toch wel weer een koude douche. Na het debat begon er toch weer wat hoop te geloren, omdat de staatssecretaris daar de opdracht kreeg om het plan te herzien. Ja, ga je toch stiekem een beetje hopen van, goh, misschien zou dat wel kunnen betekenen dat er voor ons weer kansen liggen. Nou, vanmorgen is duidelijk geworden dat dat niet zo is en het Wolvenplein gaat sluiten. In totaal sluit Teven 19 gevangenissen en verliezen zo'n 2000 medewerkers hun baan. Wolvenplein moet in 2015 haar deuren al sluiten, maar de verwachting is dat de laatste gevangene over een jaar al zijn cel uit moet. Het betekent in ieder geval voor de medewerkers dat we vanaf nu ons heel erg gaan inspannen om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Er zal ergens een omslagpunt komen waarin we hopelijk daar succesvol in zijn, maar dan gewoon niet meer in staat zullen zijn om de inrichting goed te kunnen laten functioneren. En dat betekent dat gedetineerden vanaf daar dan ook moeten worden weggeplaatst. TBS-kliniek Tweelanden moet uiterlijk begin 2016 dicht. En een jaar later volgt hetzelfde lot voor de jeugdinrichting Eikenstein in Zeist. Alle 150 medewerkers van de inrichting komen op straat te staan. Goedemorgen. De staatssecretaris heeft toegezegd om de ontslagen medewerkers te helpen zoeken naar een andere baan. Maar in Zeist hebben ze daar een hard hoofd in. Ik denk dat dat best lastig wordt. Wij hebben al 200 mensen naar andere baan begeleid de afgelopen paar jaar. En de arbeidsmarkt hier voor die doelgroep is inmiddels wel verzadigd. Directeur Harry Versteeg van Wolvenplein had vanmorgen de moeilijke taak om in Utrecht het personeel in te lichten. Ook daar zijn ze er niet zeker van dat er voor alle medewerkers vervangend werk kan worden gevonden. Ja, ik heb het zelf maar verwoord als het voelt als een dreun voor je hoofd. Want dat zag ik natuurlijk wel aan de gezichten van de mensen. Het is toch de mededeling dat je werk stopt hier. Je toekomst wordt onzeker, want natuurlijk, we gaan mensen zoveel als mogelijk ondersteunen. Maar waar naartoe en hoe ziet dat eruit? Nou, dat geeft gevoelens van onzekerheid en onrust.
Dus ja, dat kwam wel aan. Dat kwam behoorlijk hard aan. Tot 2017 blijft het pand eigendom van de Rijksgebouwendienst. Wat er daarna mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Maar het zou kunnen dat er bijvoorbeeld studentenkamers in komen. Zometeen, moord na 14 jaar toch nog opgelost. En het muzikale gezucht en gesteun van de veensteekmachine. En de bezuinigingen die hebben niet alleen gevolgen voor gevangenissen, maar ook voor de psychiatrische zorg. De psychiatrische instelling Zon en Schild in Amersfoort overweegt zelfs om binnenkort patiënten op straat te zetten. En daardoor dreigt een groot probleem voor Amersfoort. De gemeente is namelijk door de overheid verplicht om die mensen op te vangen. Maar ook de gemeente heeft te maken met enorme bezuinigingen. De psychiatrische patiënten die dreigen dus tussen wal en schip te vallen. Op de redactie zit verslaggever Remco de Kloeze. Wat gaat er dan met ze gebeuren? Ja, Eva, dat is nog onduidelijk en dat is meteen het grootste probleem. De instelling Zon en Schild wil het aantal bedden verminderen vanwege de bezuinigingen uit Den Haag. Daarom moeten de lichtpsychiatrische patiënten uit de instelling vertrekken. Zon en Schild geeft aan, wij gaan daar een oplossing voor zoeken. Bijvoorbeeld in een beschermde woongroep of gewoon terug in de maatschappij en dan ondersteund door wijkteams. Nou, de SP in Amersfoort die vinden het allemaal veel te vaag en die trekken aan de bel bij de wethouder. Als zij dus onverhoopt toch van het terrein zouden af moeten, dan wilden we ook heel zeker weten dat zij in Amersfoort, op de plekken waar ze terechtkomen, ook die kwaliteit krijgen die, waar ze recht op hebben en waar hun medische conditie om vraagt. En wij vinden dat het college daar zijn best voor moet doen en moet zorgen dat er sprake is, zoals dat heet, van een warme overdracht. Op dit moment hebben we nog niet genoeg aanwijzingen dat het goed geregeld is. Maar Remco, de SP roept het college van Amersfoort dus op om er werk van te maken. Geeft de wethouder daar ook gehoor aan? Ja, inmiddels wel. Gisteravond was er een bijeenkomst waarbij werd gekeken hoe de Amersfoortse raad hierover denkt. Nou, die raad die is verdeeld. Sommige fracties zeggen dit is gewoon een kwestie van Zon en Schild. Daar hebben wij niks mee te maken. Maar andere fracties ja, die zeggen dit, hier ligt wel een taak voor de gemeente. Nou, om die fracties tegemoet te komen heeft de wethouder gezegd dat hij op korte termijn gaat praten met Zon en Schild. Ik kan me vooral voorstellen dat de bewoners zich erg zorgen maken. Ja, nee, voor die bewoners is het heel pittig. Dat horen we ook van bronnen rond Zon en Schild. De 25 die Zon en Schild dus moeten verlaten, dat zijn lichtpsychiatrische patiënten. En die redden zich nu prima in een instelling. Maar hoe is dat zo meteen in de nieuwe situatie? Nou, tel daar al die onduidelijkheid mee op. Dat is natuurlijk ook heel erg vervelend voor ze. Remco de Kloeze op de redactie, dankjewel. Woensdag is misdaaddag bij u vandaag met Sagarko Broer. Welkom. Sagarko, gisteren hadden we best een opvallende zaak dat er een moordzaak van wel 14 jaar terug alsnog opgelost is. Hoe kan dat? Ja, DNA is toch weer het magic word. Eind 1999 speelde die zaak. De bedrijfsleider van de shawarmazaak Hazar aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht, ja, die werd toen vermoord. We hebben daar destijds ook nog wat beeld van gedraaid. Daarna laten we even kijken. Sporenonderzoek werd gedaan, uiteraard destijds. Er werden toen ook 4 mensen aangehouden. Maar ja, de politie kon niet echt een goede zaak tegen die mensen maken. Die sporen die zijn 6 jaar geleden op DNA onderzocht. Nou, en het is gelukt om daar een profiel van te maken. En dat is in de databank terechtgekomen. En het DNA blijkt nu te zijn van een man van 37 uit Utrecht. Nou, hoe zijn ze daar achtergekomen, kun je dan vragen. Nou, die man van 37 is onlangs in een andere zaak tegen de lamp gelopen. Daar is toen DNA van hem afgenomen. En dat DNA blijkt dus te matchen met dat DNA van 1999. Ja, dat DNA lag dus al op de plank en nu is er dus eindelijk een match. Exact. Sinds 2005 moet iedereen die veroordeeld is tot een celstraf van 4 jaar of meer DNA afstaan. Is verplicht, kun je niet aan onttrekken. Ja, en zo'n databank is echt goud waard. Dat ja, precies. Nou, heel benieuwd wat voor verhaal erachter zit. Zal binnenkort ook wel meer over bekend worden. In Hengeveld natuurlijk straks actuele zaken. Wat heb je? Ja, ernstige zaken. Dit keer waaronder een mishandeling in de stad Utrecht. Een vrouw en een man die fietsen over de Van Sijpensteinkade in Utrecht. Er komen wat jongens op scooters op ze af. Die rijden echt asociaal rakelings langs fietsers, rakelings langs voetgangers. De man van een stel zegt er wat van. Nou, die jongens zijn daar niet van gediend. Die stoppen dan, stappen af, lopen naar die man toe. Die vrouw gaat er dan tussen staan. En dan krijgt ze echt een enorme dreun op haar gezicht. Haar oogkas gaat stuk, die breekt ze. Ze moet naar het ziekenhuis. En we hebben haar geïnterviewd voor bureau Hengeveld. Ze wil niet herkenbaar in beeld. Dit is wat ze erover zegt. Het heeft zoveel impact. Ik bedoel, het ziekenhuis zei dus ook, dit is zo bewust geslagen, want anders breek je niet een oogkas. Dit is zo gewoon met opzet gedaan. Die jongen is er gewoon echt op uit geweest om jou te vernielen, om het zo maar te zeggen.
Ik wil dat zijn ouders weten, in ieder geval zijn moeder, wat hij gedaan heeft. En dan mogen zij een passende straf voor hem bedenken. Want gevangenisstraf zal voor deze jongen niks uitmaken, want dan komt hij er slechter uit dan dat hij erin gaat. Ja, ik hoop echt dat dit tuig, want dat is het gewoon, heel snel gepakt wordt. En dat hem duidelijk gemaakt wordt dat dit gewoon niet kan. Maar zo krijg je dus dat mensen al helemaal niks meer durven te zeggen als er iets verkeerd gaat. Nee. Het is inderdaad heel verkeerd, maar ik vind nog steeds, als je wat raar ziet gebeuren op straat, moet je er gewoon wat van zeggen. Ja, en de politie bellen. Absoluut. Meer. Dankjewel, Sagwarko. We zien je zo terug bij Bureau Engelveld. Ja. We gaan eens kijken wat andere media over onze provincie melden. Ja, ze hebben iets wat u gisteren zag in U Vandaag. De Utrechtse statenleden die het niet zo nauw nemen met het debat. Nee, Annemarie Mineur van de SP die heeft blijkbaar zelfs tijd om een potje te patiëncen. Ja, en dat levert natuurlijk stevige reacties op sociale media. En volgens website Geen Stijl is dat wat provinciebestuurders doen. Hè? Neus speuteren, uit het raam staren, bonnetjes inleveren bij de belastingbetaler en dus zelfs een kaartje leggen op de provinciecomputer. Nou, inmiddels heeft Mineur gereageerd. Het was inderdaad niet echt handig, maar zegt ze, ik luisterde er gewoon. Ik speel dat spel niet met mijn oren. En het was ook nog eens de eigen computer. Ja. En vrouwen kunnen meer dingen tegelijk. Hè? Ja, dat is waar. Ze is een heel goed multitasken. De openingsfilm van het Nederlands Filmfestival, daar mogen we best wel trots op zijn. Het is namelijk Hoe duur was de suiker van de Utrechtse regisseur Jean van der Velde. Op dit moment zijn de opnames daarvoor in volle gang. En dit zijn beelden van hoofdrolspeelster Gaite Jansen. Zij speelt de dochter van een rijke eigenaar van een suikerplantage. De film die gaat over de slavenarbeid in de 18e eeuw in Suriname. Maar de opnames zijn in Zuid-Afrika, want daar heb je nog plantages. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavenhandel werd afgeschaft. Goeie zaak, mooi om dat te herdenken. De film gaat 25 september in première in de stad Schouwburg. Mooi. Eindelijk is hij er dan. De Hollandse Nieuwe, oftewel verse haring. Nou. En u hoort het, in Wijk bij Duurstede werd hij met sirenes en piepende banden afgeleverd bij de visboer. En onze Rob van Dijk van Radio M Utrecht was erbij, u ziet hem hier. En wie nam hem in ontvangst? Ook duikers van de brandweer in vol ornaat. En ook bij de keuze van de kijker was de haring torenhoge favoriet. En dat was natuurlijk ook goed nieuws voor onze Rix. Kijk eens Rix, je zat enorm te smullen vandaag. Ik vond het Het liep vandaag ook terecht storm bij viswinkels in onze regio. Bijvoorbeeld in Zeist bij vishandel Fossolen. 19 juni 2013 is een datum die bij visliefhebbers dik omcirkeld is in de agenda. Vandaag is het haringseizoen officieel van start gegaan. Vishandel Fossolen in Zeist is er helemaal klaar voor. De kwaliteit van de vis van dit jaar is namelijk goed. De haring is mooi. Het is mooi van kwaliteit. Iets minder vet als vorig jaar, maar wel goed voor de nieuwe haring om te starten. Als kenner ziet Van Zuilen zonder te proeven al of het goed zit met de glibberige lekkernij. Ja, je ziet hem een beetje aan een dikkere rug heeft. Als je een beetje een dikkere rug heeft, dan zijn vaak de mooiste haringen. Het schoonmaken van de haring gebeurt in de winkel. Zo hoort dat. De vissen van Van Zuilen komen uit de wateren bij Denemarken. In landen om ons heen wordt het in stukjes gesneden en gemarineerd. Maar hier tikken we de visjes met het hoofd in de nek naar achter. Uniek in Europa, maar over een tijdje de standaard, verwacht de visboer. Dat vinden ze nog raar, maar dat gaan ze dadelijk wel op een gegeven moment ook een beetje overnemen. Want ze vinden het wel lekker. Degenen die het proberen vinden het wel lekker. Hoor ik van onze leverancier. Dus ze gaan er ook langzaamaan een beetje aan wennen. Dat het toch ook zo heel goed te eten is en dat het heel gezond is en heel... Ja, heel belangrijk zeg maar. Want niets is gezonder dan verse haring. Wetenschappelijk bewezen. Er zitten heel veel omega 3 en 6 vetzuren in. En dat is heel goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Ook voor kinderen. Heel erg van belang. En voor zwangere vrouwen. En voor de hart- en vaatziekten. 35 jaar lang heb ik de haring vriendelijk kunnen afslaan. Rauwe vis is voor Eskimo's tenslotte. Ik ga er eentje voor de schoonmaken. En dan mag u hem zelf testen. En dus kom ik er dit keer niet onderuit. Het is even wennen. Maar het is wel lekker. Ja, en u zag mij ook al smullen net. Toen Mark terugkwam op de redactie had hij een hele schaal haring meegenomen. Heerlijk. En we hadden van jou ook een foto moeten maken toen, Eva. Oh ja? Ja, jammer. Ik ging strategisch achter Maarten Steendam staan. Hey, ik ben benieuwd of er morgen ook iets terugkomt op de redactie qua lekkernijen. We gaan het zien. Wat gaat het worden? U kunt kiezen uit het winkelhart van Nederland. Hoogkaterijnen heeft artistieke ambities de laatste tijd. Morgen opent daar een tentoonstelling met werk van beroemde kunstenaars uit binnen- en buitenland. Het heet Call of the Mol. Het topstuk is trouwens een enorme theepot van wel 6 meter hoog die op het dak van het winkelcentrum staat. Lege pakjes drinken of snoeppapiertjes, wat doe je daarmee? Juist,
in de prullenbak en dus niet op de grond. Dat krijgen kinderen van de Andersen School in Woerden morgen ingepeperd. De school die het beste zwerfafval weet op te ruimen maakt kans op de Gouden Grijper. En ouderen in Amerongen die krijgen morgen een verwenddagje. Ze worden in het zonnetje gezet. Ze kunnen bijvoorbeeld een beautybehandeling krijgen of een lekkere massage. En de dag wordt georganiseerd samen met de bibliotheek. Dus er worden ook nog boeken en tijdschriften verkocht. Lekkere massage, Rix, dat is wat voor jou. Ja, dat is wat voor mij, maar het gaat voor die mensen. En een beautybehandeling, nooit weg. Zwerfafval opruimen, ook heel belangrijk. Of toch die bijzondere tentoonstelling in Hoogkaterijnen. Ga naar onze site, klik op de stemknop, doe dat nou eens een keer. En kies wat u morgen wilt zien in de uitzending. Bijen, treinen, typemachines, het zijn allemaal inspiratiebronnen voor muziekstukken. Ja, en dat kan niet gek genoeg zijn. Nu komt er ook een veensteekmachine bij. Een machine die tot de verbeelding spreekt, dat zagen we eigenlijk jaren geleden al in U Vandaag. Dan even kijken. Maar dit is muziek, hè? Dit is een mooie symfonie. Dat is de Bronssymfonie. Ja, Brons, de beroemde machinefabriek in Groningen. Dat zeiden ze 5 jaar geleden al. Zou een symfonie van moeten komen en het is werkelijkheid geworden. Zaterdag klinkt in cultureel centrum De Boei in Vinkeveen de symfonie van de veensteekmachine. Gespeeld door zo'n 100 muzikanten van verschillende orkesten, dus er moet flink geoefend worden. Bonk, bonk. Bonk, tjup, tjup. Bonk, tjup. Zo moet een veensteekmachine ongeveer geklonken hebben. En zo klinkt het als brassband Concordia de machine probeert na te doen. Hier zien we de oude veensteekmachine aan het werk op de Vinkeveense plassen. Initiatiefnemer Maarten Kentgers wilde de klanken van de machine vangen in een muziekstuk. Het idee is echt ontstaan van bezoekers die het museum kwamen en die zeiden van joh, die machine, wat is het mooi, maar wat is het jammer dat het geluid er niet meer is. En met dat idee ben ik een beetje verder gaan denken en zijn er mensen met mij mee gaan denken. En is een heel project ontstaan van dat geluid dat kunnen we terughalen vanuit wat die mensen nog hebben gehoord en omzetten in een heel muziekstuk. Het is een groots project geworden, de Symfonie van de Veensteekmachine. 100 muzikanten van 5 verschillende muziekgezelschappen zullen samen zaterdag dit muziekstuk ten gehore brengen. Maar ze hebben nog niet 1 keer samen gerepeteerd. Dus dat is voor de muzikanten best moeilijk om voor te stellen van wat gaat er nou in het geheel gebeuren. Nou, wij hebben het zelf ingestudeerd, alleen ingestudeerd. Nou, de fanfare heeft het gedaan en het koor heeft het gedaan. Ja, vrijdag hebben we de repetitie voor het eerst met z'n allen. En eigenlijk dan wordt pas duidelijk van ja, hoe gaat het dan samen klinken? Alt en Gijs hebben vroeger op de veensteekmachine gewerkt. Volgens hen komen de geluiden van het orkest aardig overeen met de geluiden van de machine. En dat is ook niet zo gek, want Alt heeft zelf een aantal instrumenten gemaakt die de geluiden moet nabootsen. Ik heb samen met de componist in mijn schuur gestaan. En zo hebben we een aantal van die geluiden gemaakt. Door gewoon te oefenen en te proberen en te luisteren. En van wat hij wou horen, dat hebben we gecreëerd. Alleen al het gedeelte van Concordia klinkt geweldig. Het kan dus alleen maar mooier worden als alle muzikanten zaterdag samenspelen. Cool, hè? Ja. Ja. De voorstelling was eigenlijk buiten gepland bij de plassen. Dat was natuurlijk echt toepasselijk in het veengebied. Maar je weet het, er is misschien slecht weer op komst, dus doen ze het binnen. Wat voor weer gaat het worden, Rix? Ja, het wordt allemaal wel een stuk minder, hoor. Het gaat zelfs af en toe een beetje tekeer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Is er kans op een onweersbui. Het blijft vannacht nog wel lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 18. Morgen begint de dag redelijk zonnig. Maar in de middag neemt die bewolking weer toe. En er kunnen flinke regen- en onweersbuien vallen. Met hagel en harde windstoten. Door de buien schommelt de temperatuur tussen de 18 en 25 graden. Dat is nogal een verschil. En daarmee gaan we gelijk terug naar koel en wisselvallig weer met een geregeld buien en hooguit 18 graden. Nou, dit was alweer de zomer dus. Zometeen bureau Hengeveld met Sagarko Boeren. Sagarko, waar ga je het zo over hebben? Nou, naast die mishandeling op straat waar ik het net over had, gaan we het ook hebben over een mishandeling in een Utrechtse kroeg. Een jongen die staat daar midden op de dansvloer en wordt daar finaal in elkaar geslagen. Nou, er is bewakingsbeeld van. Hopelijk kunnen we de agressievelingen pakken. Dat zou mooi zijn. Dankjewel, Sagarko. En u bedankt natuurlijk voor het kijken. U Vandaag is er morgen weer. Wij wensen u nog een fijne avond. Dag. Dag.